Op de hoogte is het laatste nieuws rondom de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Tiel langs de A15. Met een beeldschoon uitzicht vanaf 15 etages hoog. En met het zojuist geopende Grand Casino Tiel op de begane grond. Maar eerst doen we een update over het Flipje 80 ontbijt in het restaurant. Flipje wordt dit jaar 80. En daar organiseren we heel veel bijzondere activiteiten omheen. Dus de 80-jarige schoven aan voor een overheerlijk ontbijt. Maar eerst gaan we een stukje de lucht in en bekijken de huidige bouw vanaf boven. Met een prachtig zicht op de toren. De huidige ingang. En we zien hoe vanaf de toren stap voor stap de oude bouw wordt vernieuwd. Tiel krijgt een nieuwe horizon. Laag na laag wordt het oude deel momenteel vernieuwd. En binnenkort vliegen we nog een stukje verder. Flipje is Tiels ambassadeur nummer 1 en hij is 80 geworden. En dat werd in de stad Tiel met allerlei activiteiten gevierd. Eentje daarvan was het ontbijt voor iedereen die tot dusverre dit jaar 80 is geworden. Van der Valk Hotel Tiel bood die inwoners een gratis ontbijt aan. Het hotel hoort bij Tiel, dus draagt het graag een steentje bij. Flipje 80 is gewoon heel bijzonder. Wij zijn onderdeel voor Tiel. We voelen ons heel erg betrokken bij Flipje. En alle mensen die 80 worden, het is echt een feestje. Het is vandaag echt gewoon zo leuk. Goeie start van de dag. En het was een beetje dringen bij de bolletjes, bammetjes, eitjes, sapjes en koffie. Maar niemand kwam wat tekort. Er werd gesmuld. Ik vind het ook erg leuk dat Van der Valk meedoet. Het is fijn natuurlijk ook een bijzonder jaar nu met nieuwbouw en verbouw. We zijn heel trots op dit mooie hotel. Waren we natuurlijk al, maar nu helemaal met die fantastische toren. Met dat schitterende uitzicht. Ik heb wel even op mogen staan over Tiel en over de Betuwe. En enorm leuk dat Van der Valk dit ontbijt aanbiedt, sponsort. En dat samen zo met ons organiseert. En ook deze ochtend zijn er al gasten in het Grand Casino dat 24 uur per dag geopend is. Frank blikt terug op de eerste week. We zijn begonnen met een heel nieuwe ploeg. Wil een nieuwe cultuur, een nieuw elan neerzetten. Nou, dan heb je ook nieuwe mensen nodig, frisse start. We hebben weinig reclame gemaakt. Omdat we het heel druk hadden met de bouw en daar nog weinig over nagedacht hebben. Maar B, omdat we ook op een rustige manier willen beginnen, dat we een goede kwaliteit neer kunnen zetten. Ja, de volgende stap is dat we met onze marketingcampagnes beginnen. En dat we nog meer eisen gaan stellen aan de gang van zaken op de vloer. En als die marketingcampagnes beginnen, nou, dan mogen de mensen komen. Dus zijn we er klaar voor. Helemaal klaar is de hoteltoren nog niet. We treffen Gert-Jan op het bouwterrein en we krijgen een exclusieve rondleiding. Het enige laatste stukje wat we nu nog missen is natuurlijk de toekomst, maar die komt eraan. En laten we nu even naar binnen gaan, laat ik daar even de rest zien. En dat zie je volgende week.